Iedereen zegt eigenlijk over deze buurt, het is niet leuk hier. En ik kan me wel voorstellen dat dat te maken heeft met wat er hier uh, in dat drugshuis uh, gebeurde. Vandaag herinneren alleen wat huisraad bij een container en een beschadiging op de plek waar de stormram de voordeur raakte, aan het politiespectakel dat zich hier een avond eerder afspeelde. Een buurtbewoner die liever niet herkenbaar in beeld wil, vertelt. Er was ineens een harde knal en een hele hoop politieagenten die naar binnen uh, renden. En toen kwamen ook heel veel busjes aangereden. In de woning bevindt zich drugsdealer David W., ook wel Tyson genoemd. En zeker geen onbekende in de buurt. Er kwamen mensen langs en die kwamen dan op het raam tikken. En die gingen dan naar binnen. Dan lieten ze de deur een beetje op een kiertje staan. gingen ze heen en weer lopen. En uh, ook wel heel vaak een man en een vrouw die hier ruzie gingen maken. En dan stond die, die meneer, hoe heet hij? Tyson. Die stond dan in de deuropening een beetje iedereen weg te sturen en zo. Ja, het was wel opvallend. Het was wel duidelijk dat er gedeeld werd. Aan de overlast die dat dielen veroorzaakte, moest gisteravond een einde komen. Naast de 46-jarige David W. worden er vijf medeverdachten opgepakt. In de woning worden drugs, een gestolen laptop en een administratie gevonden. Je zag ook gisteravond mensen naar buiten gaan die er echt blij om waren. En met elkaar uit de ramen gingen kletsen van: ja, het is gebeurd of zo. Nou ja, ik weet niet precies wat ze zijn, maar je zag in ieder geval blije, blije gezichten. Ja. David W. zit nog vast. De vijf anderen zijn heengezonden. De bedoeling is dat er binnenkort meer drugspanden in de buurt worden aangepakt.